Oh, en deze. Ik wil wel toast, Mickey. Ik heb trek. Wat? Hier is er helemaal geen stroom. We kamperen. Mammeltje. Donald, dat ding is absurd! Nee, daar slapen wij niet in. Toch, Goofy? Sorry, Mickey. Ik moet toast hebben. Nou, doei! Ik wil oergevoel. Dan, Donald. Dit is chill. En kijk eens naar al deze leuke knopjes. Vanaf nu doen we het op jouw manier. Echt primitief. Doen jullie dat gewoon maar lekker. Ik neem een hotel. Belangrijke date met Minnie vandaag, maatje. Wat doe ik aan? Rooibok. Nee. Wat dacht je van deze? Minnie heeft precies zo'n jut en jultrui. Nee, doe ik niet aan. Die kriebelt verschrikkelijk. Ah, ze draagt hem vast niet. Misschien alvast iets drinken. Water. Maar natuurlijk, hoor, Jut en Jult. Wat een prachtige plek. Oh ja, echt te gek. En hoe was jouw week? Oh, mijn week. Maandag stond ik op, trok mijn schoenen aan. Kom op, concentreren. Die trui, die jeuk. Tranen in mijn ogen. Gesprongen lippen. Wil me fel uittrekken. Kan niet bewegen. Midden op mijn rug. Ik wil echt nu naar buiten. Ah, eten. Ja. Hey, Minnie, alles op! Oh, dat duurt nog eindeloos! Nee hoor, alles op! Gauw naar huis! Oh, kom, we gaan dansen! Wat? Oh.
Wat leuk is dit? Ja, reuze jeuk. Dezelfde trui, wil je een foto maken? Even de flitser erop zetten. Nee! Nee, ik kan dit niet langer! Oh nee! Waar gaat mijn trui heen? Oh nee! Oh, wat is er met de trui gebeurd? Minnie, Minnie, het spijt me zo! Ik weet wat die trui voor je betekent! En dus kan ik niet langer tegen je liegen! Minnie, eerlijk gezegd, haat ik die trui! Ik haat hem echt! Claustrofobie. Oh, het kamer. De infecties. Oh, Mickey, maar dat geeft echt niet. Ik haat deze trui ook. Wat? Ja, omdat ze zo kriebelen. Nooit meer Jut en Jul truien voor ons. Fijn. Fijn. Oh ja, precies daar. Jammer. Krabbel, krabbel. Krabbel, krabbel. Is nummer 1 wel breien? Breien, breien, breien.
Nee, nooit zal ik uitscheien met breien. Sokjes? We moeten iets doen, Mickey! Groot alarm, mannen! Sokkennoodgeval! Morgen heeft iedereen weer een compleet paar sokken! Slaap lekker, schatjes! Iemand vis. Oh nee! Mijn sok is gestolen! Weet jij wel hoe moeilijk het is een sok te vinden voor dit? Ik heb jaren gezocht, maar niks past. Dus dacht ik, als ik geen twee sokken heb, dan niemand niet! Tadaa! Dit? Oh, dank je, Minnie Mouse! Ga de vrijheid tegemoet! Oh. Yeah. Minnie! Nu ik een sok heb, kan ik eindelijk doen wat ik altijd al wilde. Inbreken! Oeps. Volg gewoon de flow. Wow, wow, wow. Dag, waarom niet? Yo, surfer! Ja! Hey, waar is Mickey? Geen idee. Oh! 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 Oh
naar Melodie. Hoorde je dat? Ik hoorde niks. Wat zegt Fox? Ze is verdwenen. Misschien zag je wel een echte Aqua. Een eilandgeest. Het gaat zo. Oh, oh. Wacht, ik weet het. Gezondheid. Goed idee, zeg. Opsplitsen. Misschien proberen de Aqua ons uit. Wij doen een poulet en een ho'oponopono en vragen onze kapoena richting in onze wakai. Of we gaan haar gewoon zoeken. We komen er al aan! Hava! Den gevonden! Wij moeten ons wel! Weet je, ik zit te denken. Misschien zijn er toch geen eilandgeesten. Wat heb ik er gezegd? Ik heb er gezien. Misschien moet je het opgeven. Sommige dromen vervliegen nou eenmaal gewoon. Zoals mijn haar. Nou, we zien je wel bij de auto, hè? Wat? Hebben we een auto? Na
Mag ik mijn windsels terug? Zo. Nu rustig. Heel voorzichtig. Je zult iets moeten doen, maatje. Wat? Kan ik misschien iets voor jullie doen, jongens? Graag, professor.
Donald's humeur is echt niet om uit te houden. Nog één keertje zo flippen en dan duimt Katrien hem. Zeg het zo vaak. Hou op. Iedereen schrikt zich echt de hele tijd een hoedje. U moet ons helpen, professor. Ik heb een oplossing. Kom maar mee, alsjeblieft. Kijk eens hier. De maximeerde relaxiveerder. Met een kleine zet zuigen we alle woede en frustraties op en vullen we het subject met zachtheid en liefde. Oké, ik start het wonder op. Kom op, vriendje. Het is vast volkomen veilig. De machine verwijdert nu al Donald's woede en verzamelt die daarin. Nou zeg, dat is een hoop woede. Hoi, wie wil een knuffel? Oh, gelukt! Professor, u bent geniaal! Hoi, vriendje. Oh, Donald, dit is echt geweldig! Je klinkt zelfs anders. En ik voel me zo happy. En relaxed. Dit was een tof idee. Eindelijk ben je de vent die ik wist dat je in je had. Katrien, vreet je op nu je zo bent. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Hallo. U moet iets doen. Hij moet snel weer terug in elkaar. Eerst moet de machine gereset worden. Oh, hij heeft een knuffel nodig. Ah, u repareert de machine, dan haal ik de Donald er terug. Waarom knuffel jij mij eigenlijk nooit meer zo? Hé, hey, dat is mijn vrouw! Wacht! Bel me. Waar is die andere Donald heen? Die ging daarheen. Oh, we moeten... Ik hou van je, Mickey. Ja, ik ook van jou, maar... M-I-C. Zingen van liefde. We moeten... K-E-Y. Wordt gek. Hey, uilskuiken, ik kan er niet door met mijn nieuwe sportwagen. Niet chill, gast. Ik heb lunchpauze. Ga terug en repareer die machine! Oh, juist. Sorry hoor. U lijkt me echt een lief man. Meekomen! Jij weer? Zeg maar dag, Romeo! Jij smerige! Nee! Dit kan toch bijna niet erger? Jij gemene rat! Katrien? Dan niet gelukt! Och, niet huilen, denkbeeldige Katrien! Laat me
Katrien, Katrien. Ik hou van Katrien. Mooi, hou dat vast. Hey, wie is Katrien? Oh, stop eens. Zij is je liefje, toch? Oh, nou, zie je die kerel daar? Oh, Katrien. Man, die is gek op haar. Ja, precies. Hij zegt dat hij met haar gaat trouwen. Rood en blauw of groen en rood? Professor, huh? Aan de slag! Hier zijn ze! Ja, nu! Wow, mama! Donald, ben je weer jezelf? Volgens mij wel! Ja, je bent het. Je bent jezelf. Eind goed, al goed. Toch, jongens? Bedankt, professor. Want je, ik voel me prima. Bijna dan. Wellicht iets voor u doen, beste dames. Ik heb gereserveerd. Naam? Minnie Mouse met z'n drieën. Nee, staat niet op de lijst. Het was de vergissing. Ik heb al maanden geleden gereserveerd. Nee, nee, nee. Geen reservering. Komt zeker door mijn vliegen, of niet? Wie denkt hij wel dat hij is? Ik had gereserveerd en ik heb vandaag zelfs nog bevestigd. Daar laat ik die kerel niet mee wegkomen. Wij gaan daar eten, hoe dan ook. Dit wordt de specialiteit van de chef. Alsjeblieft, dames en heren, alles is onder controle. Er is absoluut geen brand. We hebben de hele tent voor onszelf. Dankzij onze mini. Proost! Wie van jullie heeft er honger? Zo, bon appétit! Hij dribbelt. Woe, hij gaat training. Hij krijgt de bal. Springt!
over, Mickey. Gewoon een eerlijke tegenstander zijn. Nee, handen omhoog als je niet weet waar ik het over heb. Ik laat het je zien. Sinds het ontstaan van de mensheid doen mensen al hun sport. De hang naar competitie zetten twee atleten tegenover elkaar tot eentje zegevierde. En hiermee ontstond ook het begrip sportiviteit. Zoals respect. Toegevelijkheid. En hoe zit het met onsportiviteit? Oh, nee. Daar willen wij niets van weten. Dingen als vals spelen. De regels negeren. Verschrikkelijk, toch? Wacht, nee, dat moet je niet willen. Dat is onsportief gedrag. Jullie willen wel sportief zijn. Jullie willen niet zijn zoals hij. Sportman. Dus, wees gewoon een beetje sportief. En dan zal men je waarderen. Zie je? Nou, wat denk je? Probeer maar eens. Maar zullen we nu...